Goeiedag. Ik ga uitleggen hoe de Cook & Go kookset werkt. Cook & Go in combinatie met onze nieuwe boemboe smoorsauzen. Die gemaakt zijn om eenvoudigerwijs een Indische gerechten te maken. En toen dacht ik, ja, Indische gerechten, dat hoort een rijsttafel vaak thuis. En het is leuk als je dat in één keer kunt maken. Vandaar Cook & Go. Het is een kookplaat samen met 6 pannetjes. Er is ook een versie met 4 pannetjes waar je kleinere rijsttafel van kunt maken. Je kan hier dus in 6 pannetjes tegelijk iets koken. Nou, kunnen we bijvoorbeeld 2 kipgerechten, die zijn lekker snel klaar. En 2 groentegerechten. Ik heb een chap chai en een sambal goreng uitgekozen van onze 9 sauzen. En ik heb een ayam pedis en ayam samoor voor de kipgerechten uitgekozen. Dan hebben we nog 2 pannetjes over en die kunnen gebruikt worden om kant-en-klare magneton rijst van Gotan in warm maken. Dan heb je alle 6 pannetjes gevuld en zo kan je in één keer een rijsttafel maken. Voor de 2 groentegerechten heb je natuurlijk groenten nodig. Nou, dan kan je 1 soort van nemen. Maar ik heb een mix genomen. Ik heb voor de goreng spitskool, wat bosjes die licht geblancheerd zijn en gesneden winterwortel. En voor de chap chai verse paprika, courgette en broccoli. Verder voor de 2 kipgerechten natuurlijk kipvlees. Dit is kipfilet. In 2 pannetjes kan je 2 keer 400 gram en dan heb je tot aan 6 personen genoeg te eten. Heel eenvoudig. We kunnen beginnen met de groenten. Die in 2 pannetjes. Ik doe een deel erin. Nou, bij deze hoort de sambal goreng. De boemboek smoorsaus. Helemaal dit pannetje. En weer 250 gram groente. Dat is 1 pannetje gevuld. De groentegerecht. En vullen. De chai. Boemboeksaus. Rest van de groente erbij. Zo. Ik knap wat dekseltjes op. Dan kunnen we de vleespannetjes vullen. De helft van de kip. Zo. In 1 pannetje de ayam-boemboe-smoorsaus. En in de ander de ayam-pedis. Nou. Dekseltjes erop. En in de overige pannetjes kan je de kant-en-klare rijst opwarmen. Dat doen we door de rijst gewoon in het pannetje te doen. Goed even losdrukken. Ik heb hier de curry coconut gekozen en de black mushroom. We hebben 3 soorten. Dat is curry coconut, black mushroom dus en we hebben de koriander lemon. Wel nog om een klein beetje water toe te voegen. Ongeveer een klein half kopje per als je het kooktoestel een half uurtje aandoet, zodat het kipvlees gaar is. Nou, dekseltjes erop. Dan kan het apparaat aangezet worden. Standje 5 in het begin en als het begint te pruttelen naar standje 3. En dan kan het lekker koken. Dan heb je niets meer te doen dan af en toe een beetje omroeren. Verder kun je met je gasten, met je vrienden en familie die je uitgenodigd hebt voor de rijsttafel die er aankomt, lekker een borreltje doen. En natuurlijk met een kroephoekje erbij, die je ook bij de rijsttafel eet. Dus smakelijk eten, of we zeggen ook, salamat makan.